Hij is inmiddels kinderhuis onze top 5 voetbal-expert Johan Derksen, de besnoorde beroepsmopperaar. Die kreeg onze aantrekkelijke tweeling op bezoek voor een interview. En Johan deed zijn best om zich in te houden. Weet je, kom eens weer, hoor. Dit zie je niet, hè, zo. Als ik het zo doe. Wat? Het papiertje? Ja, als ik hem zo... Begin maar. Ja. Vandaag de gast, Johan... Sorry. Als je nou begint gewoon van... Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag de gast bij die zelf ingenomen kwal... die alles beter weet op tv. En dan loopt het vanzelf. Ja. Vandaag de gast, hoofdredacteur van de Voetbal International. Voorheen profvoetballer geweest. En speelde voornamelijk voor... speelde voor clubs zoals... SDO Heteren, Nieuwduinen en MVV. 15 keer acteerde hij op het hoogste Nederlands voetbalniveau. 1 keer scoorde hij, dames en heren, Johan Gerrit Derksen. Ja, nu weten de mensen dat ik tenminste een mening mag hebben over voetbal met zo'n staat van diensten. U heeft zich nooit als verdette gevoeld of gedragen? Nee, natuurlijk niet. Kunnen we deze even nog één keer over doen? Dat was bij een, of u nooit zich als verdette heeft gevoeld of heeft gedragen, maar nee, dat was hem niet. Ja, u heeft zich nooit als verdette gedragen of als verdette gevoeld? Nee, dan zou ik me lachwekkend hebben gedragen, want ik was geen verdette. En als je ziet bij welke clubs ik gespeeld heb, dan weet je meteen wat mijn niveau als voetballer was. Weet je wel? We hebben vernomen dat ook uw dochter Marika hier bij de VI werkt. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik niet zo blij mee. Maar die heb ik niet aangenomen, want die werkt aangenomen ooit voor een andere afdeling. Maar ik zou mijn eigen dochter nooit in dienst nemen. Want u heeft u ook wel eens kritiek gehad, zeg maar, op vrouwelijke sportjournalisten. En dan is uw eigen dochter, is dat ook... Ik heb helemaal nooit kritiek gehad op vrouwelijke sportjournalisten. Misschien kun je voortaan een beetje beter voorbereiden op dit soort gesprekken. Ik wilde net dat vragen, maar dat komt er niet op. Over u weer even persoonlijk. Dat u manager bent geweest van een bandje. QB in the Blizzards met Harry Mosquet. Het is geen bandje, het is een bluesband en het is niet Moskee, maar Muskee. Was ik nou? Ik heb nog nooit zo'n slechte interview. Nog nooit? Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Daar zou iedere regionale omroep zich dood op gaan. Als je dit allemaal uitzendt, is de wereld act. Maar je moet het niet serieus gaan nemen. Dat valt niet mee, jongens. Een carrière in TV-land. Oké. Ja? Nog één keer. Wat gaan we nu? Nee, ik ben geen joker, kom op. Ja. Jullie kunnen er helemaal niet. Nee. We willen wel serieus afmaken. Ik mag nu even een statement geven. Oké, maar Piet had vast mijn excuses. Jullie hoeven helemaal je excuses niet aan. Ik vind jullie prima jongens. Jullie beheersen je vak niet. TV is een vak. En jullie doen maar wat. Jullie zien er prachtig uit met z'n tweeën. Het plaatje is leuk. En voor de rest, jongens, zou ik zeggen, zoek een andere uitdaging. Ja, weet jij nog? Nee, ik denk dat wel... Jullie zijn wel tevreden over het interview? Nou, ik vond dat het begin wel aardig ging. Daarna ging het misschien iets minder. Jullie zijn echte voetballers, hè? Jullie overschatten jezelf. Hè? Ik gun jullie alles, maar ik mag toch wel een oordeel hebben. Ja, ja, zeker weten. Die arme Johan Derksen. En geef die man eens ongelijk, zeg. Ongelooflijk dat hij ze niet in elkaar hakt meteen ook. Hè? Nou ja, ik vind hem heel erg scherp.
Ja, nou, ja. Echt, ik vond echt, ik kreeg een beetje plaatsvervangende schaamte daar. Ja, maar hij doet het leuk, die Johan Derksen. Ja. Ja, ik vind het een leuke vent. Altijd als ik hem zie, dan denk ik altijd van... Oh, ik moet mijn planten nog water geven. Slaat dat op.